was vorige week ziek thuis. 2 dagen lopen overgeven, aan de diarree geweest. En nu ben ik weer ziek thuis. Afgelopen dinsdag begon ik me heel beroerd weer te voelen. Toen ben ik wel naar stage gegaan. De hele nacht, van dinsdag op woensdag, wakker gelegen, continu naar het toilet geweest. En ja, gewoon echt beroerd voelen. Woensdag naar stage niet geweest, omdat ik het gewoon niet volhield. Ik was alleen maar hangerig, continu naar de wc lopen. Mijn keel was echt voor mijn gevoel zo dik. Het is nu donderdag. Ik ben naar school geweest vanmorgen. En ja, wat zal het zijn, een uurtje, max. Ik hield het niet vol. Ik zat er ergens een zombie in de klas. Het was niet normaal. En ja, ik ben nu dus thuis. Ik heb me ziek gemeld en ik ben naar huis gegaan. Maar wat jullie in het begin van deze video zagen, is dat er 2 cavia's in huis zijn. En dit zijn mijn caviaatjes. Als je sommige van jullie misschien al weten, wil ik heel erg lang cavia. En mijn ouders kwamen gisteren in één keer met een doos binnen. Dat ik dacht van, huh? Het leek wel een Happy Meal zo'n doos. Ik denk, wat is dat? Dus die zetten ze op mijn schoot. En in één keer begon alles te bewegen. Dat ik dacht van, wat zit daarin? Dus ik maakte het open en toen zaten de cavia's in. Toen heb ik heb dus 2 cavia's gehad. Ze heten Pip en Noah. De witte heet Pip en de bontgekleurde heet Noah. Vanavond gaan mijn moeder even langs de dierenarts met ze om te kijken hoe en wat met... met het geslacht. Het zijn, als het goed is, 2 meisjes. Maar ja, het kan ook in één keer niet zo zijn. Dus dat laten we even checken. Maar het is dus een complete verantwoordelijkheid voor mij. Alle kosten die de beestjes opdragen moet ik betalen. En daar sta ik compleet open voor. Ben ik het ook compleet mee eens. Dus het is voor mij een hele leuke uitdaging. Maar ik ga eerst ook even goed uitzieken. Voordat ik heel veel met de beestjes ga zitten. Want ik weet niet of het invloed heeft. Maar ik wil niet dat ze ziek worden door mij of zo. Dus ja. Ik heb er 2 cavia's bij. En ik ben schrondziek. Jippie. Nou ja, het is wel jippie. Maar aan de andere kant is het ook niet jippie. Want ik voel me echt heel erg beroerd. Ik zie er ook totaal niet fleurig uit of zo. Ik ga even lekker onder de warme douche. Even lekker stomen. En dan ga ik mijn bed in. En zal ik kijken wat ik de komende dagen voor jullie kan vastleggen. Goed, hallo lieve kijkers. Het is inmiddels avond. Ik ga zo lekker slapen. Ik slaap vanavond bij mijn moeder. Omdat het is hier 's morgens gewoon wat frisser. En 's morgens in mijn kamer is het gewoon heel warm. En dat overleef ik 's morgens niet. Omdat ik het gewoon heel erg benauwd heb. Maar ik slaap dus vanavond hier op mijn vaders plek. Mijn vader die slaapt beneden en die slaapt beneden met een reden. Namelijk, het gaat niet zo heel erg goed met Tommy de afgelopen tijd. Tommy is een beetje ziekjes, dachten we. En hij is een beetje aan de diarree. Zo erg dat het alleen maar water werd. En toen begon hij ook bloed te poepen. Is natuurlijk niet al heel normaal. Dus we zijn vandaag langs de dieren, of nee, mijn moeder en mijn opa zijn langs de dierenarts geweest. En daar kwamen wij tot de conclusie dat Tommy waarschijnlijk vol zit met kankertumoren. Geen leuk nieuws. Moeder was er vooral in eerste instantie gelijk heel erg kapot van. Bij mij kwam het allemaal wat later binnen. Maar ja, het is dus allemaal heel erg zielig en heel vervelend. Tommy heeft medicatie gekregen om... ja, eventjes te hopen dat het wat wegtrekt en dat het dus geen kanker is en dat het dus door die medicatie wegtrekt. Maar mocht dit niet zo zijn voor woensdag, dan ja, is het ergste. Dennis, jullie die zelf wel kunnen invullen. We zongen bij mij allemaal wat later, ik kom allemaal wat later binnen. En ja... Het is allemaal heel rot, heel vervelend. Beestje is 14. En ja, het is, weet je, het is iets... Kanker is gewoon iets rots waar je gewoon heel weinig aan kan doen. Je kan het weg laten halen.
Dit kost je ontzettend, maar dan ook ontzettend veel geld. En dan is het altijd maar de vraag of het beestje de operatie, de narcose, overleeft. En of hij het daarna ook nog gewoon overleeft. Ja, Tommy heeft dus een gezwel bij zijn lip. Dat schijnt dus ook een van die tumoren te zijn. Zijn schildklieren, of zijn bijschildklieren, schildklieren, heeft hij twee ballen in zijn nek. Dat schijnt dus ook tumoren te zijn. En dus ook bij zijn kont, bij zijn anus, waardoor hij dus bloed ging poepen. Ja. Allemaal heel erg hectisch en slecht nieuws. We hopen natuurlijk gewoon op het beste. En we hopen dat Tommy gewoon nog een behoorlijk tijdje meegaat. Maar zoals het er nu naar uitziet, mogen we ons toch wel gaan voorbereiden op het ergste. De kans dat deze medicatie werkt is niet heel groot. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de volgende video die online komt, een compleet andere wending heeft. Mijn moeder is vanavond ook nog met de cavia's naar de dierenarts geweest. Waaruit blijkt dat het inderdaad twee meisjes zijn. En dat een van de cavia's allergisch is voor het hooi. Er zit een soort stofje in het hooi en daar kunnen sommige cavia's niet heel erg tegen. Dan gaan ze niezen. Nee, dat had dus een van de cavia's. En wat betekent dat we het hooi voordat we het in het hok doen even moeten uitkloppen buiten. Of even wat nevelen met water. En ja. That's it eigenlijk. Alle info tot nu toe. Ik ga slapen. Ik ga morgen een afspraak maken bij de huisarts. Omdat als dit griep is wat ik heb, dan hoort dit gewoon na een tijdje gewoon goed te gaan en beter te gaan. Naar mijn indruk gaat het alleen maar slechter met de dag. En dat is niet de bedoeling. ik heb vandaag wel de neusspray en de hoestdrank gebruikt. Maar ik begin nu ook last te krijgen met ademen. Ik begin het heel erg benauwd te krijgen. Ik hoest continu groen slijm op. Dus ik wil het even laten checken voor de zekerheid. We hebben de huisarts vorige week al gebeld. Maar die zegt van ja, het is gewoon een griepje. La, neusspray gebruiken. En dan komt het allemaal goed. Maar we zijn nu iets meer dan een week verder. En het gaat dus gewoon nog steeds niet lekker. Het gaat gewoon allemaal slechter. Dus dat ga ik morgen even laten checken. Maar ik ga in ieder geval even slapen. Dus ik zie jullie morgen. Tot morgen. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ben wakker. Het is 7:50. Ik ga zo de huisarts bellen omdat ik nou nog steeds niet het gevoel heb dat ik hier beter op word. Ik weet niet hoe het komt of waarom elke keer, maar ik word er gewoon niet beter op. Echt niet. Ik ben zo beroerd. En dan snap ik wel dat mijn ouders zeggen van joh, even dit doen, even dat doen, even helpen. Maar ik kan de energie gewoon niet opbrengen. Alles doet me pijn, alles is gevoelig. Dus ik ga zo de huisarts bellen. En hopelijk kan ik daar terecht en kan ik daar een uitslag krijgen wat misschien beter is. Of een medicatie of weet ik het wat. Maar hier zit ik ook niet op te wachten. En het feit is dat ik gewoon maandag moet gaan werken op stage. Omdat ik natuurlijk die dagen moet inhalen. Maar ja, als dat er zo naar uitziet, dan gaat het hem ook niet worden. Dus ja, het is even vervelend en irritant, maar hopelijk kunnen we er iets aan doen. Zo snel mogelijk. We nog 2 dagen en dan sta ik weer op de vloer. Of nu moet ik op de vloer staan. Maar als het zo gaat, dan zie ik het zwaar in. Vreselijk. Al onze medewerkers zijn nog in gesprek. Wij proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan. Onze excuses voor het ongemak. Goedemorgen, u spreekt met Kim de Veld. Ik heb een vraag.
Nou, ik was achter de oorlog in mijn gezicht. Goed, ik ben weer thuis van de huisarts. Ik lig weer op het plekje van mijn vader, by the way. Ik vind het hier gewoon relaxter liggen als je ziek bent dan in mijn eigen kamer. Het is hier natuurlijk allemaal gewoon wat groter. Maar ja, in ieder geval terug van de huisarts. Luchtwegeninfectie en een behoorlijk zware griep. Geen longontsteking of dat soort dingen gelukkig. Ja, uitzieken. Er wordt geadviseerd om goed uit te zieken tot het helemaal weg is. En dan pas weer aan de slag te gaan. Maar ja, ik moest volgende week, of ik moet volgende week natuurlijk die 2 dagen inhalen die ik ziek ben geweest afgelopen week. ja, dat is dus gewoon niet heel erg relaxed, heel erg chill. Omdat ik dit nu heb. Ik heb op stage ook gelijk even een mailtje gestuurd van joh, zo en zo. Hè. De kans dat ik er ben is aanwezig, maar kan ook niet zo zijn. Dat ze in ieder geval weten hoe en wat. Verder heb ik medicatie meegekregen. Die Clovinac en codeïne. En hopelijk is dit snel voorbij, want ik word hier echt gek van. Ik ben in tijden niet zo heel erg ziek geweest, echt heel erg. Dus ja. Dus ja. Ik ga proberen deze vlog te editen, zodat hij morgen online kan. En anders is deze woensdag online gekomen. Dus of zaterdag of woensdag, even kijken wat het makkelijkst is. En ja. Dan was dit de vlog. Ik baalde er heel erg van dat ik nu in één keer ziek ben. Maar ik kan er ook niks aan doen. Bedankt jullie wel voor het kijken. Deze video toch een blauw duimpje omhoog als je me heel veel beterschap wenst. Want ik hoop dat ik er heel snel weer normaal bovenop ben. En dat ik gewoon weer normaal aan het werk kan. Normaal naar stage, normaal naar school. Want ik mis nu wel gewoon van alles. Ja. Bedankt jullie voor het kijken. Ik zie jullie heel erg snel weer. Doeg. Ja, ik zet de aan.